Welkom bij aflevering 38 van Hanice. Ja, we staan hier niet vrolijk. We staan met lood in de schoenen. Ja, ik sta hier in zwart. Je snapt wel waarom. Ik heb mijn gevoel of er een familielid gestorven is. Zo'n klote gevoel. Zondag 28 mei, terwijl het zo mooi weer was. Werd het een donkere dag. Uithuilen en opnieuw beginnen, zeggen ze dan. Dat is makkelijk lullen. Zie het maar eens te doen. Het hele seizoen achter de club gestaan met 38 afleveringen van NEC. Kosten nog moeite gespaard. We zien clubmensen, hè? En dan doe je zoiets. We zien er goed ziek van. Ik, Henny Linders en Henny Ritmeijer, cameraman van N1. We hebben geprobeerd de vrolijke noot in de voor- en nabeschouwingen te brengen. Helaas, het had niet geholpen. Ze hebben ons in het hart geraakt. De trainers Ronnie de Groot, Patrick Pothuizen en Wilfried Broekhuis. En vooral mental coach Leeuweke Bessie. Wat erg voor de jongens, hè? Kind van de club. Jullie gaven ons de hoop om erin te blijven. Door winst op AZ, Heerenveen en Emmen. Wij dachten dat dit de grote ommekeer was. Weer trokken wij ten strijde. Vechten tegen de jubilair bierkaai. Het komt goed, dachten wij. Toen moesten we naar Breda, die geel zwetten. We waren de betere partij. Ballen op de lat, tegen de paal. Het was wachten op een doelpunt. Het lukte niet. Het gruwelijke moment van de terugspeelbal door het midden van Heimlot, dat was de nekslag. Dus waren we geen schim van de wedstrijd in Breda. Die vroege pingel, die deed onze das om. Met een beetje mazzel werd het toen nog 1-1. Niks in de hand, dachten wij. Daarna was iedereen de weg kwijt. Iedereen was verlamd. Blom floot niet zijn beste wedstrijd. Als je steeds op videobeelden achteraf moet kijken, dan wordt het helemaal niks. Ook niet voor de toekomst. Bij een paar minuten verder wordt er gefloten, krijg je een penalty. Dat kan toch niet? Daar heb je in de Jupiler League geen last van. Dat dan weer wel. Bedankt dat jullie in grote getalen naar onze afleveringen hebben gekeken. Klasse jongens. Ik weet niet wat de toekomst van NEC brengt. Sterkte supporters en jullie lachen het niet. We houden jullie voor het volgende seizoen op de hoogte. NEC'ers, ik wil jullie een hert onder de riem steken. Hè? We gaan er weer voor. Voor het nieuwe seizoen heb ik er weer een paar goede ideeën. Sjoerd Aars, Bjorn Flemings, net zoals een paar jaar geleden. We moeten gewoon weer promoveren. Dat ik pien in de rug heb van juichen, dat moeten we hebben weer. Net zoals in 1985. Promotie naar de Eredivisie. Dat zullen we volgend jaar weer te krijgen. Dus het gaat goed komen.